Nou Edwin, de eerste twee trainingen zitten erop. Goed bevallen? Ja, zeker. Ik moet zeggen, het is natuurlijk altijd lekker als je ergens binnenkomt. En ze hebben net gewonnen natuurlijk van Jong Ajax. Hè. Dat doet ook wat met de groep en met het vertrouwen van de groep. Dus na de wedstrijd van morgen toe hebben we natuurlijk niet zoveel kunnen doen in die zin. Dat we ook hebben hersteld natuurlijk met een groot gedeelte. En met de andere groep wel lekker getraind hebben. En vandaag natuurlijk met de hele groep getraind hebben. Maar ze zijn gretig en ik moet zeggen dat het me goed bevallen tot nu toe. Wat is u in die eerste twee dagen het meeste opgevallen aan de groep? Eén, dat ze heel gretig zijn, dat ze heel graag willen. En twee, dat er gewoon heel veel voetbal in deze ploeg zit. En daar proberen we ze ook bewust van te maken dat ze juist daarin dat moeten gebruiken. En veel aan de bal moeten komen en zorgen dat we in een hoog tempo en dominant kunnen zijn. En daar hebben we de nadruk vandaag ook op gelegd. En ik moet zeggen dat dat me goed bevallen is. Niels, afgelopen maandag denk ik een zeer welkome overwinning. Hoe belangrijk was die voor de groep? Ja, heel belangrijk. Ik denk dat we daar gewoon heel lang naartoe hebben gewerkt. Gewoon heel hard naar hebben uitgekeken. Maar vooral de manier waarop was gewoon heel belangrijk voor ons. Nu is er natuurlijk een nieuwe trainer gekomen. Hoe bevallen die eerste twee dagen? Ja, goed. Goed. Het is natuurlijk nog moeilijk nu wat dingen te zeggen. Het waren maar twee korte trainingsdagen. Maar hij neemt een frisse wind mee de groep in. En is duidelijk in zijn aanspraak. Dus dat belooft goede dingen. De trainer had het er net over dat de groep heel gretig is. Merk jij dat ook? Heb je ook het gevoel dat er toch een stukje van een knop omgegaan is? Ik heb het de laatste week al een keer aangegeven. Ik had eigenlijk altijd het gevoel dat in de trainingen de manier waarop we trainen gewoon heel goed was. Goede intensiteit, fel getraind. En nu hebben we dat eindelijk een keer gewoon heel goed kunnen omzetten in een wedstrijd. Wat dan gewoon direct omslaat in een goed resultaat. En deze goede overwinning moeten we gewoon meenemen de volgende wedstrijd. Lennart, ondertussen ben je een klein half jaar hier in Kerkrade. Hoe kijk je terug op op die periode? Een beetje gemixte gevoelens. Natuurlijk wel ook een beetje een dipje gehad, maar uiteindelijk ben ik wel... Ik denk dat ik nu wel mijn draai heb gevonden, dus ik denk dat het wel met een stijgende lijn nu omhoog gaat. De laatste weken sta je weer vast in de basis. Je lijkt ook iets verder naar voren te spelen. Hoe bevalt dat? Ja, het is wel nieuw. Ik speelde echt altijd als nummer 6. En nu iets meer als nummer 8 of 10. Dus het bevalt me wel. Nieuwe trainer. Hoe bevallen die twee dagen tot nu toe? Ja, lastig te zeggen, maar nu deze twee dagen is wel... Je ziet wel gewoon dat het een goede trainer is. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen, dus dat is top. Gaan we morgen ook al kleine veranderingen zien? Of is de voorbereiding daarvoor nog te kort? Nee, de voorbereiding is daarvoor te kort. Wat ik al zeg, ik heb hier twee dagen gehad. En ik moet ook zeggen, ze hebben goed gespeeld tegen Jong Ajax. Goed in de organisatie gespeeld en gewonnen. Dus voor morgen laat ik het team gewoon staan, wat ook afgelopen maandag tegen Jong Ajax er stond. Tot slot, wat verwacht u van de wedstrijd? Nou ja, ik vind Dordrecht een goede ploeg in die zin dat ze altijd goed georganiseerd staan. En toch iets andere formaties spelen dan de meeste ploegen. Dus het zal een moeilijke pot worden. Maar ik denk wel dat wij thuis gewoon dominant moeten spelen. En zorgen dat we hun onze wil opleggen. En van daaruit proberen doelpunten te maken en de overwinning hier thuis te houden. Dordrecht met 5 man achterop. Ik denk dat ze veel gaan inzakken. Op een counter gaan spelen. Dus wij zullen wat meer bij de bal hebben dan nu tegen Ajax. Maar uiteindelijk moeten wij nu laten zien dat we thuis de baas zijn en deze wedstrijd gewoon willen winnen. Ik denk dat we Ajax wel goed hebben gespeeld. Nu Dordrecht wordt iets lastiger, andere wedstrijd ook. Die moeten we ook gewoon kunnen winnen. Dan kijken wij naar maandag. Dankjewel.